De bewaking van de oostgrens in Marowijne blijft een grote uitdaging voor de politie. Hoewel de grenzen gesloten zijn, nemen bootsmannen toch nog het risico om de Marowijnerivier over te steken. Dat bevestigt de gewestelijke politiecommandant van Marowijne, Iwan Akkoord. Onze nieuwsdienst, die zich ter plekke oriënteerde, heeft zelf mogen meemaken hoe de bootsmannen toch de oversteek doen, ondanks waarschuwingen van de politie. De grensbewaking in Marowijne, u bent zelf getuige van. U ziet hoe het toe gaat. Zo gaat dat. Het lijkt wel dat zaken nu gedoogd worden. Maar ik kan u meegeven dat we alles doen om het hier onder controle te krijgen. Maar vanwege gebrek aan medewerkers en aan materiaal, dan lukt het niet. We proberen het samen met het Nationaal Leger te doen. Het Nationaal Leger moet nu op de rivier zijn. En wanneer het ons lukt, of althans, we proberen zichtbaar te zijn op de rivier. En we proberen dan te voorkomen dat er wordt overgestoken. Maar we kunnen het niet eenmaal 24 uur doen. Optreden tegen lockdown-overtreders, maar ook tegen personen die aan mensenhandel en smokkel doen, zegt Akkoord. Het is zo dat we dus meestal op de mensen, de instructies die er zijn, want je hebt dan te maken met die COVID-19 en je hebt te maken met de veiligheid, de illegaliteit op de Marowijne rivier. Je hebt smokkel, je hebt mensen smokkel, je hebt goederen smokkel en je hebt dan het probleem met die COVID-19 mensen. Dus ja, bepaalde mensen werken mee. Het is bij de bootsmannen met wie je problemen krijgt. En je moet echt met tak te werk gaan om de zaak in ieder geval niet te laten escaleren. Gewestelijke politiecommandant van Marowijne, Iwan Akkoord. De politie heeft niet genoeg manschappen om de oostgrens te bewaken.